Helemaal welkom bij Master the Creations. Ik weet dat het is een lange tijd geweest dat ik een video heb gemaakt, maar ik kreeg toch nu een vraag waarvan ik dacht, hier kan ik goed een video van maken. Ik kreeg de vraag of ik dit design opnieuw wilde maken, maar dan met een Nederlandse tekst. Veel designs zijn helaas in het Engels geschreven, waardoor ze wat lastig te zijn gebruiken voor ons. In deze video laat ik zien hoe je deze voorkant en deze voorkant van een kaart moet omzetten in een Nederlandse tekst. Ik ga hem niet traceren. Ik ga hem niet overtrekken, maar ik ga eenzelfde soort design nog een keertje maken in Canvas Workspace. Dus ik open Canvas Workspace en ik kies ervoor om te beginnen met de buitenrand. Hiervoor heb ik twee vierkanten nodig. Eén vierkant die iets groter is dan de andere. Ik heb één vierkant op mijn mat geplaatst en in mijn rechter navigatie in het tweede icoontje kan ik hier aangeven hoe breed en hoe hoog het moet worden. Hou hierbij de maat aan van je kaart, zoals jij hem wil hebben. Ik kies ervoor om een 15 bij 10 te maken. Dan is hij 15 cm hoog bij 10 cm. 10 cm hoog bij 15 cm breed. En ik kies ervoor om nog een keer een vierkant te maken. Dus ik kies voor dupliceren. Of ik plaats een nieuwe vierkant op de mat. Deze maak ik ietsje kleiner. Ik ga daarvoor op het hoekje staan en ik sleep hem zodat hij iets kleiner wordt. Je kunt zelf kiezen of je een vaste maat wil aanhouden of dat je het op oog doet. Ik selecteer allebei de vierkanten. En in dezelfde rechte navigatie kies ik hiervoor centreren en in het midden. Centreer en in het midden. Hiermee plaatst hij de kleine vierkant precies in het midden van de grote vierkant. Nu kunnen we de tekst gaan toevoegen aan de mat. Voor deze kaart heb ik twee lettertypes geïnstalleerd. Als eerste deze, Sampler, en deze, Saru. Sampler is een normale lettertype, zoals je deze kent van de PC. Met de downloadknop kan ik hem downloaden en installeren. De Saru lettertype is een dingbadfont. En een dingfont of dingbadfont is een font die bestaat uit allemaal kleine plaatjes. En deze plaatjes zitten verstoppeld onder de letters van jouw toetsenbord. En in dit voorbeeld wou ik graag de F en de V en de W gebruiken. Deze V en de W hebben dus deze figuurtjes eronder zitten. Je kan ook de andere natuurlijk gebruiken, naar gelang ik dat wilde, maar ik vond deze twee heel, heel mooi. De Sandler lettertype is gewoon een normale lettertype waaronder de juiste letters moeten luisteren. Van je toetsenbord zitten. Ik ga terug naar Canvas Workspace. Wil je weten hoe ik fonts heb geïnstalleerd? In de beschrijving van deze video staat een link naar twee online workshops waarin ik alles uitleg over Canvas Workspace. Ik heb de lettertypes al geïnstalleerd, dus ik kan naar de T toe gaan. Ik kies bovenin alvast voor het juiste lettertype. Ik klik in mijn mat. En ik kies bijvoorbeeld heel, en ik los, ik klik, sorry, ik maak elk woord los van elkaar, zodat ik het makkelijker mee kan spelen namelijk. En je kunt elke lettertype, of elke teksttype die je natuurlijk zelf wilt. Ik kies voor in dit geval voor heel veel beterschap, maar je kan ook kiezen voor versterkte, gefeliciteerd. Fijne moederdag, natuurlijk, noem maar op wat je wil. Wat wel belangrijk is, is bij de letters, dat als ik even inzoom op de tekst, dat de letters elkaar een beetje overlappen. Hiermee maakt het zichzelf makkelijker om te snijden. Als het allemaal losse letters zijn, kan het zijn dat deze of te frigiel worden, of dat je het volledig los snijdt van de kaart. Uiteindelijk is de bedoeling dat alles wat we gaan maken, de buitenkant raakt, zodat het niet uit de kaart. Als ik zo meteen wat verder ben in de video, laat ik ook zien hoe ik dat moet doen. Ik zal mijn tekst alvast in mijn kaart gaan plaatsen, ongeveer de plaats waar ik het zou willen hebben. Ik kies ervoor om het ietsje groter te maken, zodat het net even over de randen heen zal vallen. De veel nog niet, die laat ik nog even vliegen en de heel zet ik hierboven. Ik kan nu vervolgens kiezen om extra figuurtjes toe te voegen. Dit had ik dus gedaan onder een lettertype. Dus ik ga weer naar de lettertype toe. Bovenin mijn scherm ga ik op zoek naar dat lettertype die ik heb.
Ik heb hier meerdere lettertypes die zo zijn, maar ik heb deze nodig. Dus ik klik deze aan. Ik klik met mijn muis in mijn scherm. En ik kan nu dus de letters typen. En we hadden net gezien op de website dat het de V is die we wilden hebben. De hoofdletter V was het. En de hoofdletter W. Nog een keertje ernaast. En ik typ weer de hoofdletter W. Deze twee figuurtjes kan ik nu gebruiken om zo te gaan snijden. Dus dat maakt het voordeel van een dingbad lettertype. Het zijn allemaal kleine figuurtjes en het zijn meteen al snijfiles voor ons. Ik kan deze dus ook groter maken. Ik kan deze roteren naar gelang ik dat zelf zou willen. Ik kan dus ook deze dupliceren en kopiëren. Ik ga ze nu op de plaats zetten waar ik ze zou willen hebben. Ik kan zijn dat ze iets oversteken, maar dat komt zo meteen helemaal goed. Maak ze iets groter en kleiner naar de wens. Maar hou er rekening mee dat ze niet te veel los zitten. En los zitten bedoel ik dan, als ik deze bijvoorbeeld hier heb, dat deze hier zo los middenin gaat zitten. Als ik nu zou snijden, dan snijd ik deze volledig uit elkaar. Dat is niet wat we willen. We willen dat het een beetje overlapt met elkaar. Dus bijvoorbeeld als ik deze hier plaats. En als ik deze dan nog even kopieer, rechtermuisknop dupliceer, of Ctrl-C, Ctrl-V, kan ook. Naast dat ik hem aanpas, moet je ook opletten dat je de tekst of de figuren niet te klein maakt. Je moet er veel dingen denken, niet te groot, niet te klein, niet te ver uit elkaar. En als we zo al kijken, dan zien we dat die heel al redelijk vast zit. We hebben hier een ster of een bloem zitten die hem maar vast maakt. Ik wil deze nog iets groter maken, toch? Zodat ik misschien de heel en veel ook aan elkaar kan maken. Het is een beetje lastig, omdat veel is best laag. Dus ik speel met de plaatsingen van de design. Als ik het zo doe, heb ik de E en de V aan elkaar zitten. En ik kan de L meenemen van veel. Ik heb hier vast, daar heb ik hem vast. Dus ik wil hem nog een klein stukje omhoog hebben. Zodat hij toch hier nog raakt, dat hij hier ook raakt en deze ietsje omhoog kan zetten. Zo. Iets meer overlap dan zo'n stier weer heel klein. Deze overlap wel weer heel veel, dus deze plaats weer iets naar zijkant. En zo heb ik allemaal dingen aan elkaar vastzitten. Ik vind het hier nog een beetje leeg, dus hier wil ik hem wat plaatsen. Deze vind ik ook een beetje eng staan, dus ik ga deze iets groter maken. En het is misschien ook leuker als ik deze bloem omwissel met deze. Dus we gaan deze even spelen, dat deze hetzelfde idee krijgt als die andere. Ik ben bang als ik deze hier zet dat de L niet meer op een L lijkt. Maar ik ga het toch proberen. En als ik zo aan het spelen ben met het design, kan het ook maar zo zijn dat ik in één keer bedenk dat dit niet het juiste letter of het juiste figuurtje is. Omdat we nog een ander figuurtje erbij moeten gaan hebben. Dus ik kan nog de tekst pakken en ik kan gewoon op mijn toetsenbord willekeurige toetsen indrukken. Om te kijken of ik een design krijg waarvan ik denk die is ook leuk om toe te voegen. Let erbij op dat het iets is waar je wel makkelijk kan snijden. Bijvoorbeeld is dit ook wel een leuk iets om erbij te gaan plaatsen. Dit past bij het design. Het heeft dezelfde stijl. En het is iets kleiner dan die andere. Ik draai hem een kwartslag, zodat het beter erin past. Ik vind het toch leuker als veel iets lager komt staan, dat iets meer verdeeld is. Dan doe ik deze toch hier plaatsen. Dat zou wel kunnen. Deze gaat iets naar beneden komen, zodat mijn L beter past zit. Het is zo spelen met het design totdat je tevreden bent met hoe het er allemaal uitziet. Wat ik vaak doe tijdens mijn kaken van mijn kaart is deze designs die ik alle bloemen die ik heb is nog apart houden. Zodat we later deze nog kunnen gebruiken voor als we het apart nog willen gaan snijden of het dergelijke. Dus ik zet alle bloemen die ik heb nog één keer aan de rechterkant.
Ik denk dat ik zo wat tevreden ben. Dus wat we gaan doen is, we gaan eerst deze twee met elkaar samensmelten. Dus de twee vierkanten gaan we één geheel van maken. Op dit moment namelijk zijn het nog twee verschillende lagen. Maar die willen we bij elkaar hebben. En dat doen we door het allebei te selecteren. Dus allebei te selecteren. Ik ga naar de tweede optie navigatie en ik ga hier kiezen voor aftrekken. We willen namelijk het kleine vierkant uit het grote vierkant gesneden hebben. Dus als ik daar klik, dan zie je dat mijn selectie in ieder geval van één rand naar twee randen gaat. Van twee randen naar één rand gaat. En als ik kijk in mijn design, dan is dit hetgene wat ik wil. Als ik nu hem ook een vulkleur geef, dan zien we dat aan de buitenrand gevuld wordt. Nu kunnen we de rest van het design bij elkaar gaan plaatsen. Plaats deze iets naar de binnenkant, zodat die niet meer uitsteekt. En dan kunnen we de bloemen gaan samenvoegen of handen met de tekst aan het geheel. Ook dit doe ik weer in de tweede optie, naar beneden, bij vormen. In dit geval kies ik niet delen, maar samenvoegen. Als ik kies voor samenvoegen, gaat deze samen plakken in één. Canvas Workspace heeft één beperking, is dat je niet meerdere dingen tegelijkertijd kan samenvoegen. Ik heb dus op dit moment twee designs staan en de derde is niet samengevoegd. Dus het beste als je bezig bent met samenvoegen, ik ben even terug in de tijd gegaan, is één tekst selecteren en de buitenkant selecteren. Dus ik heb de tekst geselecteerd en de buitenkant geselecteerd. Naar de rechter navigatie gaan en links kiezen voor samenvoegen. Hij voegt nu alleen de heeltekst toe. Zo moet ik elke tekst apart gaan samenvoegen. Dus ik selecteer nu in dit geval een bloem en de buitenrand. Ik ga weer naar de tweede optie en ik kies voor samenvoegen. En zo ga ik al mijn teksten samenvoegen. Ik moet steeds opnieuw alles selecteren. Dus ik moet elke keer mijn shift-toets ingedrukt houden, een bloem aanklikken. En dan heb ik twee items geselecteerd om ze samen te voegen. Zo gaan we de hele design rond. En ik hou steeds mijn shift-toets ingedrukt om het volgende te selecteren. Dus shift-toets ingedrukt, tekst selecteren en nu samenvoegen. Omdat ik hier een vierkant onder heb heen staan en hier een vierkant onder heen staan, kan ik kiezen voor samenvoegen. En zo kan ik mijn hele kaart tot één geheel maken. Ik kan er nu nog voor kiezen om dat dingen toe te voegen. Bijvoorbeeld deze. Kan het leuk zijn om deze hier nog tussen te voegen. Ik selecteer de buitenrand, hou mijn shift-toets ingedrukt, selecteer de bloem en kies voor samenvoegen. Hij maakt hem nu een blanco omdat mijn vorm boven de tekst staat. Of de tekst boven mijn vorm staat. Dus ik de vorm boven de tekst toezet en ik doe het nu opnieuw. Selecteer de bloem, selecteer de buitenrand. En ik kies nu voor samenvoegen, dan houdt hij de kleur. Dus mocht je kleur wegvallen, komt dat omdat je tekst boven jouw laag staat. In dit geval vind ik hem net niet mooi geplaatst. Je ziet dat hier een beetje zo'n raar hoekje in komt. Dus ik ga hem even Ctrl-Z doen. Ctrl-Z is één stap terug in de tijd. Dat kun je ook doen met deze twee icoontjes. Dus ik kies voor om deze toch iets ergens anders te plaatsen, zodat het iets mooier valt. Het is niet de bedoeling om hem meteen te gaan vervormen. Ik selecteer de buitenrand, selecteer mijn bloem, kies voor samenvoegen. En dit vind ik beter staan. En zo kan ik hem helemaal samen zelf aanpassen, zodat hij mooier of beter wordt. Ik kan er ook voor kiezen om kleine stukjes weg te halen. Soms zijn er kleine designtjes, zoals hier dit stukje, waardoor die heel moeilijk te snijden is. Als ik dit eruit wil halen, kan ik dubbelklikken op mijn design. Dan verandert mijn design in een puntdesign, zoals ik het zelf noem. Op het moment dat ik al deze puntjes zie, kan ik deze punten individueel aanpassen of verwijderen. In dit geval kan ik ervoor kiezen om dit stukje te verwijderen door de
een vierkantje omheen te trekken. Dan zie je dat alle bolletjes geselecteerd worden en op het middentje te klikken. En daarmee verwijdert hij dit uit het display. Zo hebben we hier ook een stukje. Dit zal te klein zijn om te snijden. Dus dubbel klik. Selecteer het stukje. Klik op het minnetje bovenin. En hiermee verwijdert hij de punten. En zo kun je spelen met je design totdat je helemaal happy bent met jouw tekst. Dit kunnen we vervolgens naar de snijmachine laten sturen om te laten snijden. Wat natuurlijk ook altijd leuk is, is om deze bloemen nog los ook te snijden. En die van een ander kleur karton bijvoorbeeld er bovenop te plakken. Bijvoorbeeld in het mooie rood. Als ik de bloemen even vul met de kleur rood. Dan geeft dat vaak een super mooi effect voor jouw kaart. Als extra om er overheen te plaatsen. Wil je nou nog meer leren over Canvas Workspace? In de descriptie staan twee linkjes naar twee cursussen die gemaakt zijn op Udemy. Udemy is een online platform waar je een hele hoop cursussen kunt volgen. En op deze platform heb ik twee cursussen geschreven speciaal voor Canvas Workspace. Eentje voor de basis, waarin we van voor naar achter helemaal door Canvas Workspace heen lopen. En eentje helemaal gebaseerd op het traceren in Canvas Workspace en hoe het toe te voegen van lettertypes. Mocht je daarvoor meer willen weten, nogmaals, in de descriptie staan twee linkjes naar deze workshops. Hopelijk was het een duidelijk filmpje. Mocht er de vraag zijn, laat het dan weten en weer tot gauw. Doei doei!